Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag maandag 9 januari 2023 en ik wil graag als eerste gaan kijken naar Brazilië. Gisteren op 8 januari weer een 8, er gebeurt blijkbaar elke keer wat op de 8e van de maand. Er zijn er een heleboel Brazilianen die zijn parlementsgebouwen binnengetrokken en die hebben het daar overgenomen. Als laatste bericht zag ik in de mainstream media dat de overheidsgebouwen blijkbaar weer overgenomen zijn door de veiligheidstroepen. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij een beetje verwarrend is, want ik heb als laatste een bericht gedeeld op mijn Telegram, waarin dus wordt aangegeven dat legersoldaten die omringen de Braziliaanse federale command, politie. Dat is blijkbaar de Federal District Military Police. Ik ga er dan vanuit dat ze ook aan de militairen gekoppeld zitten. Maar blijkbaar is dit weer een hele andere tak. Want zij kunnen dus niet een gebied betreden waarin het leger, dat overgenomen is, waar het leger zit. Daar kunnen zij niet zomaar binnentreden. En blijkbaar houden de mensen van het leger daar ook die politie tegen. Ik vind het wel heel interessant, maar Brazilië is een gigantisch land, dus die zal ook allerlei groepen hebben, ook bij de politie. Er zal iets op lokaal niveau zijn, er zal iets natuurlijk op landelijk niveau zijn. Dus ik neem aan dat dat verschillende takken zijn en dat er natuurlijk ook verschillende invloeden zijn. Wat er tenminste duister zal in die federale militaire politie waarschijnlijk heel veel invloed hebben. Dus ik wil gewoon even kijken wat nu de energie is in Brazilië. We hebben de 9 van zwaarden. We hebben gerechtigheid als centrale kaart. We hebben de dwaas in het verleden. We hebben de maan onder de centrale kaart. We hebben zwaarden 6 in de toekomst, nabije toekomst. En de koningin van bekers. Ik zit ook de hele tijd naar de toren te kijken. En dit is natuurlijk, wat dat betreft, ik haal hem er eventjes bij, is dat natuurlijk wat er nu gaande is. Alles stort in elkaar. Lula probeert natuurlijk nog van alles om zijn macht vast te houden. Dat kreeg ik natuurlijk de vorige keer ook al uit de kaartlegging. Maar dat staat op instorten. Er is geen basis voor. En het enige wat Lula nog heeft en het duister nog heeft, is dan blijkbaar die militaire politie. Of in ieder geval een tak van de federale politie. Ze hebben nog bepaalde groepen die ze in kunnen huren. Ze kunnen natuurlijk nog proberen om wat oproerkraaiers natuurlijk tussen de demonstranten te krijgen. Zodat er natuurlijk dingen uit de hand lopen. Dat kunnen ze dan weer tegen degene gebruiken die op een vredevolle manier samenkomen en zich uit willen spreken. Dus dit wordt nog gebruikt. Je ziet ook al in de media, het wordt al afgeschilderd, al vergeleken met wat er in 6 januari in Amerika is gebeurd. De bestorming van en verschrikkelijk. En het gaat tegen de democratie in. Terwijl natuurlijk dat Lula daar überhaupt zit, dat is al volledig tegen de democratie ingegaan. Maar goed, dat komt steeds meer naar buiten en mensen pikken het sowieso niet in Brazilië. Ik geloof ook echt niet dat dit ook maar dat dit nu al afgerond zou zijn voor Lula dan in het voordeel van Lula. Ik geloof dat dit nog maar het begin is. Heel veel stress, een heleboel Brazilianen zijn het er gewoon helemaal niet mee eens. En je weet gewoon, of dat voel je eigenlijk aan alles, dat ze het ook niet gaan opgeven. Dit gaat echt om het land. Dit gaat om gerechtigheid. Er is nog heel veel verwarring en illusie wie nu eigenlijk de macht heeft en wie niet. Dus ik denk dat we ook meer gaan zien. Ik ben ook heel benieuwd hoe het leger nu echt gaat reageren. Maar wat ik tenminste gezien heb in bepaalde clips, beschermen zij de mensen tegen het optreden van de troepen van Lula, zeg maar. Dus wat dat betreft denk ik dat het leger eigenlijk al een bepaalde positie heeft ingenomen. En ik denk dat het ook afwachten is tot ze daar echt naar buiten. Er zit daar iets waarop ze nog wachten, waarom ze nog niet optreden. Maar dit heeft met gerechtigheid te maken. En de mensen in Brazilië pikken dat gewoon helemaal niet. Die gaan echt niet meer terug naar hoe het geweest zou zijn en dan onder Lula. Ik geloof ook echt niet dat dat... Het is te ver gegaan. Het is te ver gegaan. En ik denk dat dat heel duidelijk in Brazilië te zien is. Ze gaan hier ook van weg. Deze situatie laten ze ook langzaamaan steeds meer los.
Het gaat om dat ze meer, zeker de Brazilianen, echt bij hun intuïtie blijven. Bij ook hun geloof in dat het goed gaat komen. Dat dit ook echt niet bestemd is. Je ziet ook het grote ontwaken. Ook in Brazilië zie je dat gewoon veel meer gebeuren. Mensen pikken het gewoon niet meer. Dit is niet wat ze willen. De hele, ja, waar Lula op gebaseerd is, is gewoon drijfzand. Dat klapt gewoon in elkaar. Dus dit is eigenlijk nog om dingen in gang te zetten. Uiteindelijk zal er ook gerechtigheid optreden. En geloof ik ook zeker dat ze hiervan wegtrekken. Ik ben heel benieuwd hoe het precies gaat lopen. Maar je ziet nu al dat in ieder geval het leger niet meewerkt met Lula op geen enkele manier. Dus ik denk ook dat dat heel tekenend is. En dat dat uiteindelijk ook tegen Lula zal keren. Dus het is even afwachten. Het zou mij ook niets verbazen als het duister ook achter de 8 januari zit. In die zin dat ze het waarschijnlijk hebben opgeklopt. Want dit kunnen ze weer mooi gebruiken tegen de mensen die op een vredelievende manier samenkomen. Dit wordt weer afgeschilderd op een bepaalde manier in de media. Daar zitten al trucjes achter om toch die macht weer terug te krijgen, om dingen te escaleren, om weer de nadruk van kijk eens hoe erg ze reageren. Kijk eens, deze mensen zijn echt tegen de democratie, die moeten aangepakt worden. Dit is echt nog een vanuit het duister, maar gerechtigheid zal er zijn. Gerechtigheid zal er zijn. En daarnaast wordt het natuurlijk nu ook naar buiten gebracht dat er zoveel gedoe is in Brazilië. Daar kunnen mensen nu niet meer omheen. Want een hele tijd, waren er natuurlijk al heel veel Brazilianen die absoluut niet meegingen met Lula. Maar dat werd gewoon verzwegen in de media. Kijk, dit kunnen ze nu gebruiken. Dus vandaar dat ze dit nu ook heel groot naar buiten brengen van wat er allemaal gaande is. Maar tegelijkertijd zien de normale mens die hier helemaal niks mee te maken heeft, ziet nu ook dat er een heleboel gaande is. Dit is ook weer deel van laten zien. Dus ik ben wel benieuwd hoe het precies gaat, maar gerechtigheid komt uiteindelijk. Het zal mij niets verbazen als uiteindelijk de militairen ook gaan optreden. Maar hoe dat gaat gebeuren, ik heb het gevoel alsof het nog wat stappen gezet moeten worden. Alsof er nog dingen moeten opgelost worden. Ook natuurlijk op die niveaus van de federale politie. Daar moet ook opgeruimd worden. Daar moet ook dingen aangepakt worden om te kijken wie waar werkt en wie waar staat. Dus dit is ook weer een manier om het moeras te dempen. Of in ieder geval de poppetjes van het duister te zien wie waar staat en wie wat gaat doen. Ik wil ook nog even iets anders gaan kijken van wat wij deze week, waar nu de nadruk op gaat liggen deze week. Zag ik iets nieuws? Dus ik dacht, ik vind het wel eens leuk om weer een experiment te doen. Gewoon eens kijken wat de kaarten erover zeggen. Dus meer dat ik 3 kaarten waar dan de nadruk op komt te liggen. We hebben natuurlijk een heleboel dingen die, als het goed is, in ieder geval weer dingen naar buiten komen. Zoals de Brunson-zaak in Amerika. We hebben, als het goed is, Twitter met bepaalde files die weer naar buiten gaan komen. Wat te maken heeft met wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En voornamelijk met een Amerikaanse dokter. Ik ga gewoon even 3 kaarten trekken wat we de komende week gaan kunnen verwachten qua energie. Oh, dat is de maan. We hebben de koning van pentakels. En we hebben kracht. Dat is wel interessant. Dus er zal nog wat veel verwarring zijn wat waar is en wat niet waar. Nadruk komt op gezondheid te liggen. En ook op het aardse, waarschijnlijk het financiële. Want daar staat de pentakels voor. Dus het financiële, gezondheid, zeker ook met kracht. Het gaat ook om de gezondheid van de mensen. Dus ik denk ook zeker dat wat er met Twitter, dat er dingen naar buiten gaan komen over wat er dus heeft plaatsgevonden. Het gaat ook over in onze kracht gaan staan. Daar zal de nadruk de komende week ook op liggen. Dus er komen dingen naar buiten op financieel gebied, gezondheidsgebied. En sowieso natuurlijk de Brunson-zaak zal ook heel belangrijk zijn. Dat heeft natuurlijk ook met kracht te maken en doorzetten. Maar er is nog verwarring. Het is nog allemaal een beetje onduidelijk waar het allemaal heen gaat. Dus er kunnen hele verwarrende berichten nog naar buiten komen. De media is ongeveer nog het enige wat het duister echt heeft. Tenminste, het grootste gedeelte nog in handen. We zien daar ook al dat daar veranderingen in optreden, gelukkig. Ook in Amerika. Ook hier in Nederland zien we steeds meer dingen naar buiten komen. Maar de maan is dat het nog verwarrend zal zijn. Dat het nog niet helemaal duidelijk is waar precies dingen naartoe gaan. Maar de nadruk aankomende week, voor mijn gevoel, gaan over geld en gezondheid. En dat advies, wil ik ook nog wel even trekken, is de aas van bekers. Staven 6.
En bekers 10, wat een mooie kaarten als advies. Advies is echt, maak contact met wat er echt speelt, ook met jezelf. Ik denk dat het ook goed is om even weer helemaal tot jezelf te komen. Kijk echt, wat is jouw levensgeluk? Wat gaat de goede kant op? Wat willen we eigenlijk als mensheid zien? Dus ik denk dat ieder van ons heel belangrijk is dat we contact maken met onze eigen emoties. Echt aan de slag ook daarmee gaan en ons geluk gaan zoeken, zodat we ook overwinnen. Het gaat uiteindelijk om dat als wij het duister of de duistere stukken die wij nog meedragen, pijn, verdriet, angsten, als we die overwinnen, krijgen we sowieso een hele nieuwe wereld. Dus het is toch belangrijk voor mensen om zich niet alleen maar op de buitenwereld te richten. Er gebeuren gewoon een heleboel dingen. Dat zal gewoon vervolgen. Voor mijn gevoel wordt dat gewoon uitgerold. Is dat gewoon op de witte hoede agenda. Uiteraard reageert het duister weer. En zullen er ook wat. Zal er ook flexibel omgegaan moeten worden met waar het duister mee aankomt. Daar zal de witte hoede weer op reageren. Maar sowieso zitten wij in een opgaande lijn. Zo voelt het voor mij. Ik heb al een hele tijd gezegd, verhaallijnen klappen in elkaar. Je ziet ook natuurlijk op Twitter nu kunnen een heleboel meningen gewoon blijven staan. Ik had ook nog iets gedeeld van volgens mij Erik van Mouthaan, als het goed is een journalist. Die heeft blijkbaar weer wat onder de leden. En die heeft het helemaal opgevolgd. Die heeft allemaal steken gehaald en die loopt natuurlijk met de kapjes rond. Dus daar werd echt wel even flink op gereageerd door mensen. Goh, waar zou dat nou aan liggen? En dat blijft nu ook staan. Dat wordt niet weggehaald. Dus mensen zien ook dat andere mensen het er ook helemaal mee klaar zijn. Het wordt nu steeds duidelijker. Dus wat dat betreft, we zitten in een goede trend. Maar deze week, nadruk komt op gezondheid en op financiële zaken. Veel verwarring nog, dat het gewoon nog niet duidelijk zal zijn. En het duister zal nog een heleboel angstberichten naar buiten gooien. Dus het is nu heel belangrijk om krachtig contact te maken met je eigen emotie, je eigen gevoelens, je eigen intuïtie. Uiteraard je levensgeluk gaan zoeken. Wat wil je nu echt? Wat wil je nu gaan manifesteren? En dat we ook overwinnen dingen in onszelf. Als wij de zware kanten, de bagage van onszelf veranderen, zien we dat ook terug in de wereld om ons heen. Het gaat niet alleen maar om het opschonen van het moeras om ons heen. Het gaat ook om het opschonen van onszelf. Stukken die wij nog meedragen. Hier wil ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag!